Het nieuws in 1 minuut. De politie heeft gisteravond een 22-jarige man uit Almelo aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een vrouw uit Almelo. Ze werd gisterenmiddag dood aangetroffen in haar woning aan de Brederoostraat. Honderden mensen hebben gisteren gebruik gemaakt van de nieuwe treinverbinding tussen Hengelo en Bad Bentheim. Voorheen was het vanuit onder meer Oldenzaal alleen mogelijk om via een omweg met de trein naar Duitsland te reizen. Hondenbezitters in Dalfsen vinden dat de gemeente een hetze tegen hen voert. De laatste tijd worden de regels heel strikt nageleefd en dat betekent de hond niet aan de riem of geen poepzakje, direct een dikke bekeuring. Kerstbomen, blue wine en veel gezelligheid. Het is de tijd van de kerstmarkten. In Oud-Marsum trokken dit weekend ijssculpturen en een levende kerststal veel publiek. In het kunststadje hadden professionele kunstenaars beelden uit ijsblokken gemaakt.